Voor mij staat een nieuwe Orbea Ice OMX 2021. Ik heb hem net mogen testen. Wat een ongelofelijke machine is dit. Dit was al de beste fiets van Orbea en de snelst sturende cross-country volgevierde motorbike. Wat hebben ze dit jaar compleet vernieuwd? De achterkant van de fiets hebben ze nog korter gemaakt dan de vorige al was. Daardoor is hij nog wendbaarder door single tracks. Hij is super snel in de bochtjes. Voortrekking, de hoofdframe is compleet nieuw. De hoogste module van carbon die er maar bestaat, verwerken ze nu in hun hoofdframe. Daardoor is de frame, hebben ze minder epoxy nodig. En het voordeel is, de hele frame is 1550 gram licht in de maat medium. Met demper 1740 en daar is een van de allerlichtste ter wereld momenteel. De OIS, wat hem uniek maakt. Je kunt hem namelijk customizen zoals jij wil. Eerste kleur hebben ze drie prachtige kleuren staan. Kom op de website straks. Tijdens de lancering zie je al die kleuren kunnen zien af bij ons in de winkel. Of je gaat het customizen. Oftewel, jij pakt jouw kleuren die jij mooi vindt. Eventueel met je naam erop. Je kunt de specs customizen. Dus welke wielen wil je steken? Wat voor afmontage gaan we pakken? De uitvoering die hier voor me staat is de normale uitvoering. Die kent 10 cm vering voor zowel achter. Met de Fox 32, prachtig. Pak je de trail uitvoering. Dan pak je de 34 poorten. Andere achterdemper, dus 120 voor, 120 achter. Wordt je iets looier in de voorkant, stuurt je nog betrouwbaarder. Beter voor zware mensen of mensen, joh, ik ga wat ruige werk doen. Wat ook ideaal is, is de quitlock. Ze hebben drie posities om te bepalen wat jij wil. Volledig lock is voor en achter helemaal vast. Stand 2 is trailstand, die zul je het meest gebruiken in het bos. Vooral hier in Nederland. Ga je dan toch buitenland in, dan gooi je hem open en dan pakt hij alles weg. Dit is met recht een van de allerbeste machines ooit gemaakt. Ik zeg, kom langs in de winkel, maak een testrit en overtuig jezelf.